Nog iemand die naar aanleiding van gisteren iets opgeklaard wil hebben of zo? Vanochtend en opeens werd me ook zo duidelijk dat alles wat ik doe is om er vanaf te komen. Ja. Dus het zelf onderzoeken, het gaan zitten voelen. Maar dat is het ding bij mij, weet je. In alles wat er in mijn leven voorbij komt, de autoriteit noem ik dat dan, ergens anders zoeken. Niet wetend hoe het hier moet, gewoon dan, dan komt er zo'n paniek, weet je. Dan staat het in brand en dan, ja. Toch is er nog steeds de neiging ook om, ja. Ja, mooi. En de vraag was? Nee, geen vraag. Oké, goed. Dit te constateren, dat betekent, gisteren ging het er een beetje over van dat het mogelijk is dat je kunt zien hoe de mind, of in ieder geval de ego-mind, functioneert. Dat zei ik al, hij gaat altijd van A naar B. Ja. Hij hoopt op een betere toekomst. En inderdaad, een ander element is, hij is constant onzeker over hoe ik moet zijn. Dus wat je ziet gebeuren, of waar je tegenaan loopt, net hoe je dat uit wil drukken, is gewoon hoe die ego mind functioneert. Daar is aan zich niks mis mee, dat is gewoon hoe die dat doet. De mogelijkheid is, alleen die kunnen we niet doen, maar die kan optreden, is dat je ontdekt dat je dat niet bent. Maar er is iets anders dan proberen daaraan te prutsen. Ja, de ene keer is er dat zien, dat dat gezien wordt. Werken of ja. Me vergelijken met anderen. Niet je, maar die mind. Ja. Die mind zit aan de mind te sleutelen. Ja. En het enige, en ook dat is maar gewoon happening, is dat we ik zeggen tegen die mind. Ja. Ik probeer, ik wil zus, ik wil dit niet. But it's not you. Dus het enige wat over gaat. En dat kan gebeuren, maar daar kun je je niet naartoe knutselen. Nee, dat begint duidelijk te worden. En dus is dat heel vervelend voor mensen, zou ik maar zeggen, al die wanhoop en paniek. Maar eigenlijk is het een heel gunstige ontwikkeling, omdat je begint te komen tot een punt, alles wat ik doe, dat is ernaast. Het is een soort vacuüm of zo. Ja. Bevrijding heb ik daarom wel eens genoemd een totale capitulatie. Total failure. Ja. Yeah. Systems red. Ja, het is gewoon weer van falen. Ja. Ja. Dat is fantastisch, want het leuke is, je ziet dan op een gegeven moment, of ja, leuk weet ik niet, maar je ziet een systeem falen. Hé, maar ik ben er nog steeds. Ja. Het kan voorkomen dat het hele proberen stilvalt en dat je ontdekt, ja, maar ook als er niks geprobeerd wordt, ben ik nog steeds. En dan zou ik het idee op kunnen komen van, oh, misschien hoef ik wel helemaal niks te proberen. Ja, dat is voor mij nog soms verwarrend als ik jou hoor praten in zat, dan denk ik alles voor mezelf betrek. Ja, hoe lang nog en moet het dan beter gaan? Op een gegeven moment moet ik dan resultaten gaan zien. Ik zie geen resultaten, gewoon niet, ja. Weet je wel. Mm-hmm. En een soort van, oh ja, alles, al het proberen zeg maar, is in de hoop dat het beter wordt. Ja, exact. Gadverdje, dacht ik, jeetje. Ja, wat nou als het niet beter wordt? Ja, die vraag stel ik mezelf ook. Stel dat het niet beter wordt. Ja. En dan? Ja, dan zakt het. That's it. Want het stempel wat ik aan mijn leven geef, is ook nog gewoon een stempel. Ja. Een oordeel over hoe het gezien wordt of zo. Ja, yes, exact. Mind. En is er daar ergens in die machinerie ook een duiding over wat dan goed is? Hoe zit dat eruit eigenlijk? Ja, dat het allemaal wel easy gaat en dat het niet zo vaak rot voelt, dat het niet zo vaak brandt of oorlog is van binnen, of zo kritisch ben, of alles afbrandt wat ik. Dat je zo negatief bent. En dat het andere is dan goed, maar ja. Dus dat is een idee over wat goed is. Ja. Ook bedacht door mind. Ja, en gevoed door dit soort shit. Ja, en door wat ik van mensen dan hoor en zie. En dat is beter. Mm-hmm. Ja, en zo is iedereen bezig. Ja.
Dus, wat ga je doen? Niks wou ik zeggen, maar ja, ik weet het ook het soms niet kan laten om weer te gaan zitten poetsen. Snap je? Dus, ja. Dat gaan zitten prutsen of gaan zitten doen, dat kan ik niet stoppen. Oké. Okay. Zeg je? Oké. Okay. Ja, dus dat dus is wat don't try. Ja. Schrijf hooguit op, er is nu prutsen. Oké. Okay. Zien we wat daarvan komt. Er is nu stilte. En dan ga je vanzelf doorkrijgen dat het allemaal tijdelijk is. En dat je eigenlijk de hele tijd aan die kant zit te kijken. Niet dat dat erg is, maar die aandacht die wordt dus de hele tijd getrokken naar conclusies en doelen en verwachtingen en projecties. Zo kunnen we op zijn minst, als we een tijdje toekijken, leren hoe die mind functioneert. Die doet dat zo. Maar ook met gevoelens en emoties. Ja, sure. Ja. Dat is een bolletje. En waar we het gisteren al over hadden, het enige doel van die ego-mind is doorgaan. Dus daar komt wel een ideetje in op, zo van ja, ik wou dat het vredig was of zo. Maar dat doet hij alleen maar om daar ginds iets neer te gooien, zodat jij er weer achteraan gaat. En niet doorkrijgt dat je die motherfucker niet bent. Want zolang je er een beetje mee vereenzelvigd bent, geloof je alle conclusies en interpretaties en doelen en strategieën en weet je wel, die geloof je. En nou goed. En dat vind ik dan nog wel een goede vraag. Want hoe kan je die vereenzelviging? Je moet eerst doorkrijgen dat je zit te kijken naar een functioning. Ja. Het is een softwareprogramma. Die probeert alles in te capselen. En die net doet alsof alleen daarbinnen zijn, dat leven is. En het doet er alles aan, zou je kunnen zeggen. Dat is het spelletje om te voorkomen dat je ziet dat het gewoon een zeepbel is die in de lucht hangt. Waarom bestaat dat ego? Heb je daar een idee over? Ja, maar dat is niet zo relevant. Het is interessanter om te kijken daar op die plek waarom die zogenaamde zeepbel zo serieus genomen wordt. Want een van de dingen die hij wil of doet, is in tijd geloven. Hè? Dus dan heeft het ontstaan van het ego een oorzaak. Want zo werkt het systeempje, oorzaak en gevolg. Dus als ik dan weet hoe het ontstaan is, dan verandert er iets. Maar de vraag is er überhaupt tijd? Of is dat weer een van de elementen van die zeepbel? Verleden, toekomst, oorzaak, gevolg. Je kunt er hele zinnige dingen over zeggen, maar wat ik daarover weet, strikt genomen, heb jij daar niks aan. Dan heb je weer een idee erbij. Dus handiger is te onderzoeken, hoe functioneert dat nu? Niet waar komt iets vandaan, maar hoe is het nu? Hoe kom ik erbij met te associëren met iets wat ik waarneem? En niet hoe dat ooit gekomen is, maar hoe het nu gebeurt. Stom voorbeeld wat ik vaker geef, en ik val altijd in herhaling. Ik zag een keer op een film dat iemand die werd met een pijl neergeschoten. En toen flikkert hij tegen de grond en die gast die daarbij stond, die was bezig zo van shit, en van welke indianenstam heeft dit gedaan? En die ander die had zoiets van, zullen we niet eerst even gewoon die pijl eruit? Dan kun je daarna de houtsoort onderzoeken en opmeten hoe lang die is en waar komt het vandaan, waar gaat het heen, I'm bleeding over here. Snap je? Hoe kom ik er in godsnaam bij te geloven in een ik-machine? Dat kunnen we ieder moment onderzoeken, nu. Waarom geloof ik een interpretatie die voorbij komt? Waarom geloof ik in, als ik dit doe, dan, als dan, hadden we maar zus, dan was het zo. Waarom doe ik dat nu?
veel praktischer. Dan hoef je ook niet van het is al jarenlang zo'n ellende, weet je wel. Nu. Ik heb nu te maken met een aandoening van, weet ik veel, geloof in het een of ander. Jij wil iets zeggen? Wie wil?